Zo, welkom op de nieuwe Sanitas podcast. Samen houden we iedere huid in topconditie. Dat is het thema waar we altijd mee werken. En vandaag willen we het specifiek hebben over de impact van een gezonde huid in een anti-aging gedreven markt. Ik heb bij mij twee specialisten in de sector. Emily. Hallo. En Emily, je bent BDM, Business Development Manager, voor, laat ons zeggen, een deel van Nederland. Dat is makkelijker om uit te leggen over welke delen. Yeah. En ik heb Shauna Ashley bij mij, ook BDM, maar dan voor Oost- en West-Vlaanderen, België. Ja. Welkom, dames. Dank u. Dank u wel. Zien jullie er al naar uit? Wat Zien jullie er al naar uit? Ja, heel fijn. Ja, ik heb er al naar uitgekeken vandaag. Ja, het is leuk om te doen, hè? Ja. Babbelen. Wat we willen doen is natuurlijk de expertise van jullie even naar voren halen. Het thema is echt van we zitten in een anti-aging markt. En Sanitas staat voor een gezonde huid, want een gezonde huid is een mooie huid. Als we een huid in een topconditie kunnen krijgen, of met andere woorden echt in die gezondheidsstrategie naar het punt kunnen krijgen waarin dat je gewoon er goed uitziet, een goede conditie hebt, dan kan je natuurlijk alle behandelingen aan, maar dan kan je ook elk moment van je leven aan, om het zo maar even te noemen. Of dat je nu in de zon komt, zwanger wordt of wat er ook mag gebeuren in je leven. Je huid transformeert in die specifieke seizoenen. Is je huid in een topconditie, kan die zich daar veel beter in gaan gedragen. Alleen onze markt denkt niet zo. En jullie zijn vrij recent bij Sanitas gestart. Laten we zeggen binnen dit een half jaar geleden. Mm-hmm. Emily, hoe lang zit je hier? Ja, van januari, dus ongeveer 5 maanden. Een vijftal maanden, Shauna? Je bent al... Maart, 2 maandjes. Ja. 2 kleine maanden. Kijk eens aan. Maar jullie hebben al heel wat ervaring natuurlijk. Omdat je hebt al met veel klanten gesproken. Al veel potentiële klanten bekeken. Mm-hmm. Jullie taak als business development manager is eigenlijk samen met de klant gaan kijken van waar staat de zaak vandaag? Hoe kunnen wij aan de hand van de producten, de behandelingen, eigenlijk de ondersteuning van Sanitas, hoe kunnen we eigenlijk een mooi partnerschap aangaan en jullie zaak ook succesvol maken? Maar natuurlijk ook die huidige zond gaan krijgen. En mijn vraag eigenlijk naar jullie, ik ga beginnen bij jou, Emily. Mm-hmm. Mijn vraag is, als jij denkt aan een anti-aging markt, waar denk je dan aan? God, de term anti-aging eigenlijk. De term anti-aging, ja, dat is huidveroudering. Ik denk dan dat iedereen dat zo hard mogelijk wil tegengaan. Dus er zijn nu allemaal bekende middeltjes al op de markt, gelijk botox, fillers. Allemaal al redmiddelen, voor als de rest niet meer werkt, zeg maar. en daar denk ik dan aan, maar ik denk ook wel meteen aan dat de klant of de eindklant misschien niet erbij stilstaat hoe belangrijk de gezondheid van de huid wel is. En hoe je het eindopties, zeg maar, gelijk botox en fillers wel kan uitstellen als je ervoor zorgt dat jouw huid gezond is. En dan als jouw huid gezond is, dan kunnen anti-aging middeltjes, gelijk of vitamine A-creme of nachtcremes of dergelijke, zoveel beter ook werken en zoveel beter ook huidveroudering tegengaan. Zodat we er langer gezond en mooi en jong kunnen uitzien. Dat is wat iedereen wil tegenwoordig. En zeker met die sociale media en zo, wat we nu allemaal zien. Ouderdom wordt misschien een beetje taboe. Vrouwen willen hun leeftijd nooit zeggen. Waarom dat is, dat is omdat we als vrouw heel competitief opgesteld zijn ten opzichte van elkaar, denk ik. En iedereen er het beste uit wil zien, het jongste uit wil zien en het gezondste uit wil zien, dus. Want uiteindelijk, iedereen wil er jonger uitzien. Maar waarom wachten als dat ook op een heel snelle manier kan? Mm-hmm. Dus heel wat behandelingen zijn heel populair, omdat het gewoon instant effect geeft. Maar ik heb mij laten vertellen, ik heb het van jou zelf al natuurlijk een paar keer gehoord, maar je bent onlangs gestart met CrossFit. Ja, klopt. Ja, in hoeverre ga je met CrossFit gewoon meteen dat afgetraind lichaam gaan krijgen? Heeft dat tijd nodig? Gaat dat instant? Ja, heeft tijd nodig, maar ik ben wel iemand met weinig geduld. Dus als ik voor iets ga, dan ga ik er hard voor. Ja. En dan zorg ik wel dat dat resultaat er zo snel mogelijk komt. Maar ik weet ook van 1 keer CrossFit te doen, gaat mijn huid of gaat mijn buik niet meer. Specifieke target. Ja. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat je er allemaal bij doet, dus niet alleen maar die trainingsschema's met regelmaat gaan trainen. Je past je voeding aan, je let op je, laat ons zeggen, het slaapritme, drinkpatroon en noem het maar op. Ja. Als we dan gaan bekijken naar de huid, wij spreken over een gezonde huid. Het is niet dat wij tegen instant effecten zijn. Hè. Soms helemaal zijn die niet. Heel mooi, ook echt in combinatie. Dat kan echt zijn vruchten afwerpen. Maar het kan soms overkomen van, maar jullie stellen eigenlijk die resultaten uit. Maar dat is niet zo, hè. Want een gezonde huid
is soms zelfs sneller zichtbaar en geeft sneller positieve feedback van de omgeving dan bijvoorbeeld van die instantbehandelingen, omdat die doen per definitie vaak niet veel aan de conditie van de huid, maar vullen eerder op of gaan eerder iets neutraliseren. Hoe zou je zeggen van oké, hoe belangrijk is een gezonde huid als je het vergelijkt met CrossFit en de hele gezondheid daar rond om een bepaald effect te bereiken? Hoe belangrijk is een gezonde huid om een bepaald anti-aging effect te bekomen? Ja, kijk, hè, zoals ik nu ook CrossFit, zoals ik nu ook sport, ik doe dat allemaal met één doel. Mooi zijn, ja, gezond zijn, mij fit voelen, mij goed voelen. En dat is hetzelfde met een anti-aging huid. Nu, om daar even op terug in te pikken, want waar ik meteen aan dacht toen je deze vraag stelde, bepaalde klanten van mij zijn ook artsen, die ook werken met hydra facials, circadia en dergelijke. Maar die ook werken met toxins zoals botox of fillers. Maar die ook tegen een klant te zeggen van als je die stap wil nemen naar fillers, botox, hè, zoals jij zei, dat gaat enkel de huid opvullen. En dat klopt, dat geeft super mooie resultaten, maar je gaat sowieso al minder filler bijvoorbeeld nodig hebben als je huid gezond is. Mm-hmm. Omdat je jezelf ook meer collageen en elastine gaat produceren, wat dan gaat zorgen voor het volume van de huid. Dus het gaat al goedkoper worden, de behandeling. En de hydratatie. En de hydratatie, ja, klopt. Ook een instant effect. Ja. Dus je hebt zoveel mooiere resultaten als je gewoon eerst zorgt dat de huid gezond is. Dus ik denk dat dat vult elkaar aan. Anti-aging, gezonde huid, dat hoort samen. En het zijn geen twee aparte dingen, zeg maar. Mm-hmm. Als je wilt focussen op anti-aging, ga je sowieso moeten focussen op de gezondheid van de huid. Het start daarmee. Het start daarmee, ja. Inderdaad. Oké. Okay. Shauna, jij bent iemand die dat heel veel bezig is met je sociale omgeving. Een liefdevol persoon, houdt van bepaalde mensen die dicht bij je staan en je investeert daar heel veel in. In hoeverre kan je eigenlijk die mentale houding van kijk, ik vind het belangrijk om met mensen in goed contact te blijven staan. In hoeverre is dat belangrijk ook voor jou om dan je huid ook te gaan onderhouden, je uiterlijk bij wijze van spreken te gaan onderhouden. En welke impact heeft dat ook in die sociale contacten? Als je mijn vraag snapt. Ja, ik vind het ook heel belangrijk om jezelf te verzorgen eigenlijk. Ja. En dat echt ook over te brengen op anderen. Omdat dat zo essentieel is. Ja, je huid is ook je grootste orgaan en iedereen ziet dat ook. Ja. Dan is het belangrijk dat je daar echt dagelijks mee bezig bent. Echt overdag beschermen, bijvoorbeeld met vitamine C, altijd SPF gebruiken. En dan 's nachts echt je huid herstellen. Ja. En doordat je dan mooi resultaat hebt, de huid ziet er gezond uit, dan krijg je natuurlijk meteen die feedback van je sociale omgeving. Ja, klopt. En ik denk dat dat opent gesprekken, dat opent deuren natuurlijk voor jou om te gaan zeggen van oké, dit is mijn passie, dit wil ik delen. Hè? Ja, inderdaad. En zelfs mijn vriend ook, tussen 9:00 s'avonds en 11:00 s'avonds doen wij onze avondroutine, omdat dan de celdeling gaat 30 keer sneller. Dan is 9:00 reinigen van de huid. Ja, het is het moment. Nu is het moment om samen aan de huid te spenderen. Ja. Een beetje quality time s'avonds met jullie twee in de badkamer. Ja, mensen merken het ook wel sinds ik hier werk, dat de huid door de juiste producten, dat immens hard verbeterd. Ja, het is eigenlijk gek. Je straalt altijd, want je lacht, je glimlacht met je ogen. Dat is, zo kennen we Shauna hier als ze binnenkomt lopen. Maar het is natuurlijk iets wat we algemeen kennen vanaf het moment dat de huid straalt, vanaf het moment dat je eigenlijk die glow hebt, hè, want zo wordt die vaak gedefinieerd, beginnen mensen gewoon spontaan te glimlachen met ons. Klopt. Dus je kan op midden van de straat lopen en als je er heel dof uitziet en je ziet er dan sip, je kijkt sip, dan gaan ze niet naar je lachen. Kijk je sip, maar straalt je gelaat, dan is de kans veel hoger dat mensen beginnen te glimlachen. Maar dat bereik je niet met een gemanipuleerd resultaat. Dat kan je niet snel bereiken, zal ik maar zeggen, of permanent bereiken van de ene dag op de andere dag. Dat is iets wat je, laat ons zeggen, met regelmaat moet doen, maar liefst zelfs dagelijks, waar je ermee bezig bent. Continu aanhouden eigenlijk. Ja, je verzorgt je elke dag, je ontdoet je van de dode huidcellen, je hydrateert goed, je geeft de cellen de nodige nutriënten en je begint te glowen. Mm-hmm. Dus zowel naar het gezonde en naar het bepaald effect wat je wilt bereiken, anti-aging gerelateerd, als naar het emotionele, die band die je met bepaalde mensen wilt gaan creëren, is een gezonde huid cruciaal. Ja, dat is ook zo. En ik zeg dat ook tegen bijvoorbeeld al mijn vriendinnen. Ik heb een bepaalde groep van vriendinnen die zijn heel erg gefocust op er goed uitzien. Maar dan bedoel ik ook materialistisch gezien, dure handtas, designer, dit.
En dan af en toe krijg ik wel eens de vraag van, oké, Emily, maar hoeveel is dat dan? Jouw hele dagverzorging en nachtverzorging. Ja. Denk ik, oké, dat is dit. Maar ik investeer wel in mijn huid. Want uw chacols, die gaat toch ooit kapot gaan. Ja, en uw schoenen, een nieuwe. Die gaan ook ooit verslijten. Ja. Maar als mijn gelaat niet optimaal is, hoe ouder dat ik word, ja. Ik kan daar niks meer... Je kunt niet iets wat... Ja, verpest kan ik niet zeggen, hoe ga ik het zeggen? Als je heel je leven nooit aan huidverzorging gedaan hebt en je huid is in een slechte conditie eer dat je op rijpere leeftijd bent, zeg maar, je kunt geen wonderen meer gaan doen dan. Dus dan vind ik preventief werken ook zo belangrijk en om te investeren in een goede verzorging, mm-hmm. een gezonde huid. Ja. En ik ben daar nu ook zelf heel blij om, omdat ik weet dat ik preventief aan het werken ben. Ja, dus dan als ik 50 ben, dat ik niet kan zeggen, doe me, had ik toen maar dat gedaan, dat ik dan kan zeggen van, mijn crèmekes die hebben we wel. Het is zo belangrijk om met zich op voorhand te beginnen, hè, daarmee. Ja, het is echt gewoon heel belangrijk. En ik zie wel dat niet per se met de klanten, maar ook met de eindklant, dat nog wel iets is waar kennis bij ontbreekt. Ja. Van bepaalde routines die niet echt optimaal zijn, maar dat ze dat gewoon ergens hebben gelezen. Van, ik ontsmink mij wel met die doekjes en dan smeer ik daar wel een crèmeke op. Ja. Maar het is ook heel belangrijk, elke huid is anders, elke verzorging is anders. En je moet echt wel de juiste verzorging voor jouw huidtype hebben om ervoor te zorgen dat je een gezonde huid bereikt. Ja, en zo'n skin expert of skin coach, die kan je daar heel goed in begeleiden. Hè? Dus de schoonheidsspecialist, huidtherapeut, de kliniek waar dat je gaat. Ja, ga om informatie vragen van kijk, hoe krijg ik mijn huid gewoon in een topconditie? Ja. En een topconditie wordt bij ons altijd gedefinieerd onder, je huid moet gewoon zich goed in zijn vel voelen. En dan gaat hij de rest wel doen, want de huid is een vernieuwend orgaan. Hè? Dus de huid is geen orgaan als je zegt van ik ben 40 jaar oud, mijn huid is 40 jaar oud. Nee, die vernieuwt continu. Ja. Dus per definitie is je huid nooit zo oud als dat je zelf bent. Mm-hmm. Goed, we hebben om het resultaat te bereiken heb je een gezonde huid nodig. Om de sociale omgeving te beïnvloeden heb je dat nodig. En dan denk ik nog aan het emotionele. We hebben hier nog iemand zitten, die zit natuurlijk achter de schermen. Maar we hebben ons Jonas hier zitten. Zeer emotioneel. Jonas is zeer emotioneel. Nee, maar de reden waarom dat we... Ik hier zit, hè. Ik zit mooi achter de camera, zodat mensen mij niet kunnen zien. Zodat jullie zijn tranen niet zien. Voilà. Ja. Jonas zelf kan daar heel goed mee om, is heel rationeel op dat vlak, goed gebalanceerd. Maar zijn vrouw is jullie dochter, ik dus niet op reageren. Die pronostiek moeten we nog eventjes afwachten. Maar verwacht zijn eerste kind. Dus ik kan me wel inbeelden, Jonas, als je met je vrouw eigenlijk bezig bent over gezondheid, of dat je vrouw eigenlijk voornamelijk bewust is van kijk, de gezondheid van mijn lichaam, van mijn huid, is per definitie ook nodig voor mijn gezin. Hè? Want een vrouw gaat plots in een gezinssfeer wanneer ze zwanger is of een kind heeft. Hoe heb jij dat ervaren in de gezinssituatie? Is dat bij je vrouw al doorgekomen van hey, een gezonde huid is ook heel belangrijk voor mij? Niet per se in die mate. Ze is ook iemand die zich niet zo laat doen door die emotie over het algemeen. Het enige wat ze zo wat heeft, is dat als er op tv iemand aan het huilen is, dat ze mee moet huilen. Maar daarbuiten heb ik eigenlijk nog niet echt een grote verandering aan haar gemerkt. Dus daar ben ik wel sowieso content mee. Maar het punt van dat je meer in familie begint te denken, is denk ik sowieso van toepassing. Ook voor mijzelf, als ik daar kijk van mijn toekomst, wat ik ga plannen. Ik ga nu geen reizen op mijn eentje plannen of zo, want ik weet, die baby die komt eraan en daar moet voor gezorgd worden. Dat wordt een prioriteit natuurlijk. Hè. En natuurlijk ga je dan denken in, naar je kind zelf toe van het kind moet ook bijvoorbeeld verzorgd worden. Huid is het grootste orgaan. Vanaf het moment dat we dat weten, dan kunnen we voor kinderen heel veel gaan doen. De emotionele trigger die ik een beetje probeer naar boven te halen, maar die dat Jonas en zijn vrouw duidelijk niet hebben. kan natuurlijk. Maar is eigenlijk voornamelijk van sommige mensen voelen zich juist onzeker worden wanneer dat ze bepaalde situaties niet meer onder controle hebben. Bijvoorbeeld, je verandert van job. Je hormonale balans gaat gewoon volledig veranderen tijdens zwangerschap of door bepaalde medicatie. En plots verandert die huid. En doordat die huid verandert,
beginnen ze vaak na te denken van oké, ik heb het niet meer in controle. En die paniek of die stress, zal ik maar zeggen, die is vaak ook heel veel waard om dan bij een specialist terecht te komen of dan echt in een goede routine te zitten van hoe kan ik mijn huid nu in topconditie houden? Er kunnen momenten in je leven zijn dat je niet kan voorkomen dat er eens een extra buisje doorkomt of dat de pigmentatie wat gaat doorzetten. Maar dat je wel weet van kijk, had ik nu niet mijn topconditie en mijn producten en verzorgingen om die huid in topconditie te houden, dan was het misschien veel erger geweest. Mm-hmm. Dus als we gaan kijken naar waarom een gezonde huid, is het vaak in mijn opinie om een bepaald resultaat te behalen op anti-aging niveau, om te ondersteunen in bepaalde behandelingen. Het is een sociaal iets, hè? Dus dat je gaat kijken van oké, hoe gaat mijn sociale omgeving ermee om als ik straal, als ik een mooie gezonde huid heb. Want op het moment dat je met donkere kringen rondloopt of grote pigmentvlekken, mensen kijken vreemd naar je en dat is iets moeilijker in je sociale omgeving om daarmee om te gaan. En dan emotioneel. Je hebt niet meer alles in controle. Dan gaan je emoties plots met jou gaan lopen. En dat zou je eigenlijk allemaal mooie punt kunnen zetten als je gewoon in een goede verzorging, in een goede verzorgingsroutine terechtkomt. Dames, in hoeverre hebben jullie klanten, dus nu spreek ik naar professionals die dat voor hun klanten bepaalde routines uitschrijven en verzorgingsroutines uitschrijven. In hoeverre zie je dat er ook vaak een barrière is om op basis van de vraag van de eindgebruiker, dus de consument die zegt van kijk, ik wil dat resultaat halen en liefst gisteren wil ik dat halen. Hoe ver zit daar voor onze klant dan een uitdaging van goh, maar ik wil eigenlijk eerst die gezondheid gaan bereiken en hoe gaan ze ermee om? Hoe kunnen ze hun klant dan toch overtuigen om naar gezondheid te gaan kijken? Goh, ja. Wil jij het zeggen? Of moet ik? Tegelijkertijd. Ja, we werken zo met Hydrafacial als met Circadia. Dat beide zich focussen op de gezondheid van de huid. Ja. Dus onze klanten die verdelen dat dan al, sowieso. En hebben al bij hun eindklant heel mooie resultaten behaald op dat vlak. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze met hun eigen resultaten wel kunnen gaan vergelijken. En op die manier andere mensen ook kunnen overtuigen van oké, het werkt, kijk maar, dit zijn mijn resultaten. Dit is het resultaat wat ik al heb behaald na één behandeling van Hydrafacial. En met thuisproducten van Circadia of een peeling van Circadia en dergelijke. Hoe is die vraag nu? Hoe de klanten er eigenlijk mee omgaan, dat de druk heel hoog is van hun klant om bij wijze van spreken instant anti-aging resultaten te bereiken. Maar dat onze klant ook wel weet van maar daarvoor moet je eerst in een topconditie komen natuurlijk. Ja, wat ik wel zie bijvoorbeeld is dat heel veel mensen willen inderdaad nu een resultaat. En liever gisteren dan vandaag. Waardoor er ook heel vaak wordt geneigd naar chemische peels. Mm-hmm. Dus gewoon vervellen, bam, nieuwe huid en hopen. We zien wel dat het goed komt. Mm-hmm. Maar ik probeer dat zelf ook wel sterk af te raden. Omdat dat is niet altijd de beste manier. En soms voor mooie dingen moet je gewoon geduld hebben. Mm-hmm. Rome is niet gebouwd op één dag. Ja. Je moet niet meer pijn lijden eigenlijk. Om mooie resultaten te hebben. Ja, ik denk, ik probeer mijn klanten toch zo goed mogelijk te informeren over al mijn kennis en hoe ik dat zie. En ik zie gewoon dat mensen geduld moeten hebben en dat een behandeling op maat gemaakt heel snel resultaten kan geven. Mm-hmm. Eén Hydrafacial kan voor iemand al heel veel betekenen of één keer een Circadia treatment kan al heel mooie resultaten geven. Maar je kan niet gewoon van pakken naar acnehuid naar een perfect normale huid zonder acne of littekentjes gaan in één dag. Dat heeft gewoon tijd nodig, maar met de juiste verzorging en een bepaalde tijd kan dat wel opgelost worden. Mm-hmm. Het is een traject eigenlijk die je moet afleggen. Je moet echt de stap durven nemen en zeggen van kijk, ik ga voor een gezonde huid over een bepaalde periode, dat je het gewoon doet. Ja. En als je dan het resultaat ziet van oké, ik doe er wel ietsje langer over, maar mijn huid straalt echt en zowel van binnen als van buiten. Mm-hmm. Ja. Ja. Want in hoeverre, Shauna, denk je ook dat social media een misrepresentatie is van wat werkelijke schoonheid is? Ik denk heel erg. Ook zo met die fillers dat je nu hebt. Denk jij ook als jong meisje, als je dat ziet, dat je veel te snel de neiging hebt om te zeggen van ik wil ook zo lijken. Mm-hmm. Je ziet al die foto's van influencers, noem maar op. Alles is gewoon bewerkt.
Mm-hmm. Want dat een heel fout beeld geeft. Ik moet er zelf ook aan toegeven. Ja. Ik heb dat ook. Hè. Ja. Ik werk met allemaal mooie mensen in onze sector. Iedereen is knap, iedereen is mooi. En ja, je ziet en het dan, hè? Ja, klopt. Dan kom ik thuis en denk ik, oh ja, toch een rimpeltje. Maar we worden gewoon een beetje te kieskeurig. We moeten ook gewoon realistisch blijven. Ja. En weten dat iedereen mooi is op zijn manier, zolang de huid gezond is. Mooier oud worden eigenlijk, hè? Mooi. En soms kleine imperfecties kunnen het ook mooi maken. Ja. Mm-hmm. Maar we zijn zo geneigd op die perfectie. Ik heb het zelf ook hoor. Maar als we allebei alles samen stellen, een mooi iemand is een zelfzeker iemand. Ja. Dus van hoe dat jij je voelt en hoe dat jij je presenteert, dan ben je mooi. Ik heb dagen dat ik er misschien voor mezelf heel slecht uitzie. En voor jullie hetzelfde als anders. Ja. Maar ik zal mezelf... Op een slechte manier presenteren, zeg maar. Omdat ik al down ben en daarom ziet iedereen dat. Terwijl als je een goede dag hebt, misschien ziet het er net hetzelfde uit. Maar iemand die binnenkomt met een charme en een lach. En je ziet dat iemand straalt, gelukkig is een glow. Mm-hmm. Al komt die van binnenuit, dan gaat iemand sowieso mooier zijn. Dus ik ben heel blij met mijn huid en ik ben daar best zelf zeker over. En ik denk dat het ook wel straalt naar mijn voorkomen. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel interessant dat je het zo zegt, want onderzoeken tonen dat ook aan. Hè. Ze hebben dus ooit echt rondvraag gedaan bij mannen en het was voornamelijk om het beeld, dus werkelijk de vraag die ik stelde, hè, van hebben we geen misrepresenteerd beeld, dat was het juiste woord, van een vrouw. Mm-hmm. En zijn ze dat eigenlijk gaan onderzoeken bij de man? En zijn ze echt gaan vragen bij de mannen van kijk maar, als je moet definiëren wat is de meest aantrekkelijke vrouw, dan kwamen uit die studies uit de zelfzekere vrouwen. Mm-hmm. Dus het ging niet over postuur moet zo zijn of daar moet daar het volume bij en daar moet het volume vanaf. Dat was niet de concrete, of dat waren niet de concrete resultaten. En dat vind ik dan een heel mooie zin die dat wij ook heel vaak hanteren in onze eerste opleidingen is van schoonheid is geen fysiek kenmerk. Nee. En eigenlijk zou je dat gewoon op je spiegel moeten schrijven en elke morgen naar moeten lezen. Maar schoonheid is geen fysiek kenmerk. Het is een gevoel. Je voelt je mooi of je voelt je niet mooi. Mm-hmm. En de reden waarvan dat je het niet vindt, hè, dus als je het gevoel niet hebt dat je mooi bent, is omdat je ergens een ander beeld voor ogen hebt. En dan moeten we gaan kijken van oké, maar waar komt dat beeld vandaan? Is dat verkeerd gerepresenteerd online bijvoorbeeld? Of is dat gewoon iets van een nieuwe sociale omgeving? Hè? Want soms, bij mannen bedoelen dat goed natuurlijk, maar als een vrouw aan een man vraagt van zeg schat, ik heb gezien dat ik hier al wel rimpeltjes begin te krijgen. God, dat begint me te storen. Bij mannen bedoelen dat als humor. Dat is goed bedoeld, hè? Maar dan zeggen wij van ja, dat zou ik dringend inderdaad een keer iets aan laten veranderen. Nu, voor ons is dat na 5 minuten is dat weg. Hè? Van, we hebben een grapje gemaakt en ze tilt er niet zo zwaar. En na 5 minuten zijn wij dat ook vergeten. Ja, bij jullie is dat meteen van, ik had al een hele tijd in mijn sociale omgeving het gevoel dat mensen mij vroegen van, scheelt er iets? Wat is er? En de lijntjes vielen mij op in de spiegel. Mijn man bevestigt dat nu. En mensen zeggen ook dat ik er wat meer vermoeid uitzie of dergelijke. En dan gaan ze eigenlijk definiëren voor zichzelf, als de rimpel weg is, ben ik terug mooi. Ja. En dan laten ze de rimpel weghalen, maar ze zijn nog altijd niet zelfzeker. Want dan komt het volgende wat hun stoort. En dus het schoonheidsgevoel is een gevoel. Is niet van oké, als de rimpels weg zijn, dan voel je je terug mooi. Nee, als de rimpels weg zijn, ben je nog altijd even onzeker. Ja. Omdat je het op de verkeerde plaats gezocht hebt. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ooit vroeger, toen ik op het middelbaar zat, ik was zelf 13, 14 jaar denk ik. En ik had, we moesten kinderfoto's meenemen naar school. Maar als er één ding is waar ik van mezelf heel onzeker van ben, zijn het mijn wallen. Ik ben ermee geboren. Ik heb 8 uur geslapen. No worries. Ik heb vandaag een bril opgedaan. Om dat te verbergen. Maar dus ik ging naar school met mijn foto's en ik liet die zien aan een meisje in de bus. En dat meisje zegt toen tegen mij van, amai, je hebt altijd al wallen gehad. Of je bent echt geboren met wallen. En dat is nu 14 jaar, 11 jaar geleden. En ik weet dat nog altijd. Mm-hmm. Dat zit nog altijd in mijn hoofd. En ik vind nog altijd, ben ik onzeker van mijn wallen. Terwijl iemand anders nu zou zeggen van, nee jong Emily, je hebt geen wallen. Nee, ik herinner me dat moment dat meisje zei van, jawel,
Je bent geboren met wallen. Dus ik denk dat we ook een beetje voorzichtig zijn met wat we allemaal zeggen tegen iedereen. Ook Tim, jij bij je vrouw. Laatste zeg, nee, is het er goed uit. Voorbeeld. Ik heb het niet gezegd. Ik weet hoe jullie kijken. Ik hoor het allemaal een beetje, ja. En zonder dat je dat beseft, want je geeft het net ook aan. En na 5 minuten is dat voor mij voorbij. Mm-hmm. Ja. Maar dat kan voor die persoon zo'n grote impact hebben. Ja. En ik moest meteen denken aan dat voorbeeld. Dus ik ben zelf heel voorzichtig met wat ik zeg tegen mensen. Shauna is een heel mooi voorbeeld van complimentjes geven. En ze neemt die ook altijd. Ja, dat is waar. En dat blijft ook wel bij. Ja. Dat is ook heel leuk. Maar ik denk dat we een beetje minder streng moeten zijn voor onszelf, maar ook een beetje minder streng moeten zijn voor onze omgeving. En, ja, het is waar. Als je met één ding begint om het weg te halen, dan de rest volgt. Dan zit je in de auto bij elk rood licht te kijken van, wat kan er nog veranderd worden? Dat is niet goed eigenlijk. Of is het al verminderd? Nee, zo snel gaat het. Ziek verschil. Je zou elke dag tegen jezelf moeten zeggen, ik ben mooi, ik ben wie ik ben. Ja. Nu, je kunt aan bepaalde dingen wel iets veranderen. Bijvoorbeeld iemand die overgewicht heeft en die voelt zich te dik. Ja, die kan daar iets aan doen en kan gaan sporten. Want ik ben ook een beetje onzeker geworden. Ik ga daar iets aan doen. Ik ga aan sporten, maar op een gegeven moment kom je wel op een punt van, nu is het goed hoe dat ik ben. Mm-hmm. En hoe gezonder dat je leeft, hoe beter je je ook gaat voelen. Ja. En dat is inderdaad hetzelfde met de huid. Dus hoe gezonder wij onze huid maken, hoe meer dat we gaan stralen en hoe beter dat we onszelf kunnen presenteren. En ik denk, dan komt schoonheid echt wel te pas. Ja, uiteindelijk, ja, als schoonheid het gevoel is, moet dat gevoel ook gewoon teruggestimuleerd worden. Dus wanneer dat wij kijken naar, oké, hoe kunnen wij nu voor onze klanten, of voor de mensen die dat, de producten of de behandelingen gaan gebruiken, hoe kunnen we voor hun schoonheid definiëren? Dan denken we eigenlijk maar aan één ding. Als wij een behandeling kunnen geven die hun huid zodanig doet stralen, dus eigenlijk terug gezond maken, want daar ligt de sleutel. Je moet de huid gewoon gezond maken. Als die zich gezond voelt of gedraagt, dan straalt die ook. En dan zien andere mensen dat. Wat creëer je dan? Na die eerste behandeling al, beginnen zij vanuit hun sociale omgeving feedback te krijgen. Ja. Hey, ziet er goed uit. Ja. Wat heb jij gedaan? Ja. Heb je haar anders gedaan? Heb je kleurlenzen in of zo? Ze zien iets, maar ze weten niet wat ze zien. Maar dat is vaak voldoende om te beseffen van, hey, ik zie in de spiegel nog altijd diezelfde rimpels verschijnen. Maar toch kreeg ik positieve feedback. Klopt. En dat bevestigt het correcte gevoel van, nee, je straalt. En dat is schoonheid. Mm-hmm. Ze hebben dus ooit ook een onderzoek gedaan. Ze hadden 2 verschillende modellen gefotografeerd. En het één model hadden ze dan gematifieerd via Photoshop. En het andere model hadden ze eigenlijk een glow gegeven, een glans gegeven. Waar wij vroeger de intentie hadden van, ja, een matte huid, dat is beter. En een stralende huid of een glanzende huid, dat is een oliehuid. Hè? Dat is niet goed. Mm-hmm. Maar dan zijn ze eigenlijk met die 2 modellen de straat op gegaan en hebben ze eigenlijk rondvraag gedaan van, oké, hoe oud schat je gemiddeld dit model? En wat bleek nu? Dat degene met een matte huid werd gemiddeld 5 jaar ouder geschat dan haar reële leeftijd, maar met een glanzende huid 5 jaar jonger. Klopt. Dus wanneer je een doffe huid hebt en je zou gewoon voor een behandeling gaan die dat instant een frisse beleving geeft, gaat gemiddeld 10 jaar van de leeftijd ervan af. Ja. Ja, voor je sociale omgeving. Ja. En hoe harder dat je glowt, hoe meer rimpeltjes je ook gaat vermijden. Hè? Want je reflecteert ze weg. Hoe droger dat jouw huid is, hoe sneller dat je rimpels gaat hebben. Hè? Ja. Hoe het ook draaien of keren. Wie te weinig water drinkt, gaat ook iets sneller rimpeltjes krijgen vaak dan tenzij die een vette huid heeft nu. Ja. Ja, want vooral vroeger had je allemaal van die producten, hè, om de huid echt matter te maken. Dat was echt zo een bepaalde tijd een rage eigenlijk. Hè? Want op zich, als we gaan kijken naar een gezonde huidroutine, Emily, wat gebruik je dagelijks om je huid in topconditie te houden? Dus ik reinig mij 's ochtends en 's avonds met een gel, een Lipid Replacing Cleansing Gel van Circadia. Dan gebruik ik ook nog een oogcreme, die van Nassif. Dat is dan voornamelijk waarschijnlijk voor de wallen bedoeld. Die een bruine zo. Under eye smoother. Oké. Dan, ik ben ook verzot van het serum van Nassif. Niet iedereen kan dat echt verdragen, maar voor mijn huidtype is dat top. Hydro Screen Serum. En dat geeft mijn huid echt ook een supermooie glow. Afwisselen met het Circadia Vitamin C Reversal Serum. Normaal moet je dat altijd gebruiken, maar je wisselt wat af. Ja. Of ik meng ze soms, dat gaat ook.
Vitamin C serum om dan je huid te voorzien van antioxidanten. En dan als dagcreme altijd de Light Day SPF van Circadia. Dus altijd gewoon beschermen. Dat is super, super belangrijk. Ja, want als ik dan echt naar je producten tot nu toe kijk, dan zet je eigenlijk voornamelijk in op hydratatie ja. En op bescherming. Ja, ja, dus dat is eigenlijk. Ja, ik heb zelf ook niet echt een huidprobleem. Ik heb hier en daar wel een beetje mimiekrimpeltjes, maar die vind ik niet zo storend. Of ja, misschien een beetje op mijn voorhoofd, maar ça va. Maar ik heb zelf niet zo'n heel moeilijke huid en ik kan er redelijk veel aan en vertragen. Dus dat is voor mij echt wel een heel mooie combinatie 's ochtends, omdat mij echt, dat geeft me echt die glow, die combinatie. En 's avonds reinig ik weer en make-up afdoen met de vitamin C. Vitamin V, sorry. Nee, jawel, zit ik juist? Het zou kunnen, ik weet het niet wat je gebruikt. Vitamin veel, nee, ik zit vitamin. Op zich hoef je de producten niet specifiek te benoemen. Okay. Dus van 's avonds reinig je nog, dat vind ik wel heel belangrijk om te horen. Ja, sowieso eerst de make-up afdoen en dan een gel voor een reinigen. Gezonde huid, want er gaan nog altijd heel veel mensen slapen met make-up. Ja, en, nee, dus nee, echt, merk het ook. Als ik dat hoor, want uiteindelijk ga je slapen 's nachts. Door de warmte zet die je poriën een beetje uit. De make-up die dan eigenlijk nog op de huid zit, gaat dieper in de poriën dringen. Dat zijn wel lekkere gunkies bij een hydrafacial behandeling. Ja, want die komen er dan even allemaal uit. Mm. Maar dus reinigen 's avonds heel belangrijk. En als herstellende crème, gebruik je daar voornamelijk een vitamine A product? Nee, nog doe niet je nog eigenlijk. Iets anders? Daar wil ik nu wel stilletje aan mee beginnen, maar ik zit nu met een peptide complex. Dus, dus meer op goede cel-tot-cel communicatie. Oké. Shona, wat gebruik jij? Je hoeft de specifieke producten niet eigenlijk te noemen. Sorry, dat is een concept. Goede sluikreclame. Heel goed gedaan, Emily. Ook ja, Circadia eigenlijk in de ochtend altijd de Honey Clean. Daarna vitamine C, serum en dan ook altijd SPF. Dus echt beschermen overdag. Yeah. En dan 's avonds ga ik herstellen. Ook doe ik eerst een cleanser, Amandola. Detopads van Nassif. Ja, en dan, ook mijn favoriet. Ja, echt, ik hou er zo neig van. Je ziet echt dat de poriën echt verkleinen en dat onzuiverheden echt wegtrekken. En dan sluit ik af met die de night-time-spijs. Ja. Dus jij gaat eigenlijk 's avonds, dus overdag zet je voornamelijk in op de bescherming. Ja. En 's avonds hoor ik je dan eigenlijk meer op de exfoliatie en de vitamine A, dus eigenlijk het herstellen van de huid. Ja. Wat denk ik ook een heel belangrijke is voor mensen die zeggen van oké, ik begin zo die eerste tekenen van veroudering te zien of ik begin op een leeftijd te komen waarvan ik vind, nu moet ik eraan aan beginnen werken. Maar vaak, je krijgt zo'n groot aanbod in de markt. Ja. Een van de meest voor de hand liggende producten daarvoor is eigenlijk een goede vitamine A-crème die gewoon je celdeling een beetje kan gaan stimuleren. En dan die detoxpads van Nassif, die werken met een glycol- en salicylzuur, maar op een heel verantwoord lage percentage, maar toch nog heel efficiënt. Dus daar heeft die arts heel goed uitgedokterd. Ja, dat gaat meer die dode huidlagen verwijderen. Hè? Want op een bepaald moment kom je op een leeftijd. Dus Emily, je hebt momenteel een heel goede huidconditie. Je hebt geen problemen. Op het moment dat je begint te merken van het begint toch verstopt te geraken. Of ik begin wat meer lijntjes te krijgen. Ja, dan moet je die exfoliatie bijvoorbeeld wat verhogen. Hè? Ja, ik exfolieer wel, hè, maar niet dagelijks. Dus omdat ik dat gewoon nog niet nodig heb. Vitamine A wil ik nu stilletjes aan beginnen op te bouwen. Dus dat is ook heel belangrijk trouwens bij vitamine A, dat het altijd goed wordt opgebouwd. En nooit te snel willen starten. Nooit ermee, te snel, dus, afwisselend, stap voor stap. Een paar keer per week beginnen, om dan toch een beetje meer op dat herstel te gaan werken. Omdat vanaf 25 gaat je celdeling wel een beetje trager. Jammer genoeg. Heel klein beetje trager. Ja. Dus om dat een beetje te stimuleren. Maar ik wissel soms ook wel af van producten. Ik doe ook wel eens thuis een maskertje. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Zeker als ik weg moet, een hydraterend masker voor een glow nog extra te krijgen of zo. Voor snel effect eigenlijk te krijgen. Maar al bij al ben ik wel heel veel bezig met mijn skincare-routine. Ja. Dat sommige mensen zeggen, wat heb jij allemaal in je kast liggen? Ik heb het allemaal nodig. Ja. Het is zo leuk om te doen ook. Hè. Ik vind het echt ontspannend om te doen. Ja, en ik kan ook gewoon niet gaan slapen als ik het niet heb gedaan, want dan voel ik me echt vies. Ja, want dan weet je van, ik ga morgen opstaan en je gaat het zien. Ja, zo. Je gaat zien dat je schuldig bent. Ja, en alles doen om die wallen weg te krijgen. Maar stap voor stap. Het zou heel belangrijk zijn dat we allemaal iets gebruiken natuurlijk. Dat is wat ze ook zeggen, hè. De huid ligt niet, hè. Nee, dat is waar. Ja, en dan naast dat is voeding ook gewoon heel belangrijk. Hydratatie. Dat zeg ik tegen al mijn klanten.
Hoeveel water drinkt jij? Ik ben schuldig, ik drink niet zo heel veel water. Ja. Nu, water drinken is een heel goeie voor het ontgiften van de huid. Maar de betere vraag die we zouden stellen is, hoeveel water eet jij? Ja, klopt. Eten is belangrijker, hè, toch? Ja, eigenlijk moet je gewoon waterrijke voeding gaan tot u nemen. Ja. Want die hebben dan ook de nodige bindingsmechanismes er al in zitten. Die dat zich zetten in de huid. Dus als je water drinkt... De reden waarom dat als je veel water drinkt, je ook veel sneller moet plassen, heeft er puur mee te maken dat er eigenlijk meer een deel van het water gaat eruit. Maar die is wel essentieel voor de detox, want al die gifstoffen die gaan er eigenlijk allemaal uit. Maar als je zegt van oké, ik wil extra water in de vocht, in de huid gaan bijhouden, eet dan vochtrijk of waterrijk voedsel. Inderdaad. Maar dat zet zich veel, veel sneller in het lichaam. Dus dat is eigenlijk de techniek van de twee te gaan doen. Omdat inderdaad, dat is de vraag die veel skin-experts stellen aan hun klanten. Van ja, hoeveel drink je? Ja, maar een halve liter per dag. Oeh, daar zit het grote probleem. Ja, dat is een probleem. Maar niet voor de hydratatie van de huid. Dat is een probleem voor de ontgifting van de huid. Eigenlijk moet een voedingspatroon ook gevraagd worden. Mag ik daar even op inpikken? Nee. Geen mocht dat, Jonas. Wat zijn dan goede, wat is dan goede voeding met veel vocht of voor vocht in de huid houden? Volgens mij zit er niet veel in watermeloen. Maar daarom dat ik het zeg, want watermeloen zou ik denken dat praktisch gewoon water is. Ja, heeft veel vocht. Komkommer ook praktisch gewoon water, hè? Ja. Eigenlijk is het gewoon heel logisch. Elke vrucht, bij wijze van spreken, of groente die je in de pan zou leggen om te gaan bakken waar dat water uitkomt, of die je in de oven zet waar water uitkomt en veel water uitkomt. Ja, die zitten vol met vocht. Mm-hmm. Dus ja, meer een deel van die groenten sowieso. Mm-hmm. Maar ja, goed, gevarieerd eten is heel belangrijk. Ja. Maar als je dan ziet van oké, de huid is heel uitgedroogd en de verzorgingsroutine staat nog niet op punt. Ja, oké, dan beginnen we daar zeker mee. Maar stel altijd die tweede vraag. Hoe zit het met je voedingsroutine? En kunnen we daar eventueel zien van oké, ik lust eigenlijk niet zoveel groenten, dus ik eet dat niet. Maar ik haal mijn mineralen wel uit andere zaken, bijvoorbeeld supplementen of zo. Ja, maar dat is... toch nog niet hetzelfde. Nog iets wat ik heel vaak zie terugkomen, vind ik nu wel een belangrijke, ook voor mensen die luisteren. Heel vaak als iemand naar mij toe komt van, ik heb echt een heel vette huid en dit en dat. Alles wat die willen doen, is uithogen. Hmm. Want vaak wordt gelinkt, of denken ze, dat een vette huid samengaat met een gehydrateerde huid. Allee, dat je geen vette huid kunt hebben en vochttekort. Ja. Maar dat is dus echt het grootste... misverstand onder heel veel mensen. Want het is net omdat jouw huid gedehydrateerd is, dat jouw huid dal gaat aanmaken. Mm. Dus net omdat je vocht tekort hebt, ga je vet produceren. En om dan nog meer de huid te gaan uitdrogen, dat gaat nooit goed. Dus een goede hydratatie is ook echt belangrijk, ook al heb je een vette huid. Ja. Dat is een tip die ik gebruik dat wekelijks. En iedereen denkt altijd, dat is waar. Maar dat is wel echt zo. Mm-hmm. En dat blijft zelfs in onze sector nog altijd iets waar je op kan blijven herhalen. En iedereen weet het, maar het nog toepassen, dat is nog iets anders natuurlijk. Ja, gewoon uitroegen. Op zich wel een goed thema voor een volgende podcast. Want ik denk dat het een thema op zichzelf is. Ja. Maar ja, pak de oorzaak aan en hou je niet alleen bezig met het symptoom. Nee. Als het symptoom is te veel olie, ga dan zoeken naar de oorzaak dat de huid uitgedroogd staat en daarom te veel olie wilt aanmaken. Mm-hmm. En ga dus eerder hydrateren. Maar goed, dan heb je natuurlijk die oude cosmetica producten die dat vaak te royaal of te rijkelijk zijn om te hydrateren. Ja. Maar vroeger konden we ook niet meer. Dan was het van oké, we maken een bepaalde olie, blijft op de huid liggen, het houdt op zijn minst het vocht in de huid vast. Ja. Maar tegenwoordig heb je gewoon veel modernere manieren om te hydrateren. Dus er zijn mogelijkheden om dat te doen zonder dat de crème eigenlijk te vettig of met serums kan je dat ook doen, te vettig of te royaal aanvoelt. Goed, we gaan even een recap maken van wat we vandaag geleerd hebben. Wat hebben we geleerd vandaag? Dat kunnen we beter Shona laten zeggen. Allee, Shona, zeg eens. Dat is van de West-Vlaanderen. Allee, dat wat hebben we geleerd vandaag? Eén. Één. Nee, maar ik denk heel belangrijk. In een anti-aging gedreven markt is het juist van cruciaal belang om met de gezondheid van de huid bezig te zijn. Want de gezondheid is eigenlijk het platform waaruit dat anti-aging echt kan vertrekken. Dus begin met een goede basis. Ga nadenken over, waar wil ik staan? En vooral, waar wil ik ook staan over lange termijn? Want dat is ook een heel cruciaal aspect. Ja, hoe ga ik dat resultaat behalen door een gezonde huid? Hoe gaat mijn emotionele omgeving daardoor veranderen? En mijn sociale omgeving daardoor veranderen? En dan moet je gewoon echt ten rade gaan bij een goede skin-expert die echt wel weet wat dat ze doen. Van hoe gaan we die huid van een minder goede conditie
naar een topconditie krijgen. Goed, ik zou zeggen bedankt dames voor jullie expertise, voor jullie tijd. Dank je dat je hier mocht zijn. Ja, dank je wel. Ja. Het was gezellig. Ja. Ja, het was tof. Komt er nog een herhaling? Zeker. Zeker en vast. Ja. De huid en vocht. Ja, ja, voilà. Dat wordt jouw volgende thema, Emily. Ja, dat is goed. Vind ik heel interessant. Dus, en okay. De huid en CBD. Yes, dat is gewoon inderdaad. Goed, dat thema komt ook nog, CBD. Van onze CBD-vertegenwoordigster. Nee, dames, bedankt. Tot de volgende keer. Ja, en, tot de volgende keer. Dag, doei. Doei.